Goedemiddag, en welkom bij Joert. Friese CDA-leden die hebben haar van de morgen op het CDA-congres in Utrecht uitsprutsen voor een humaner asielbeleid voor Mauro Manuel en andere alleenstaande minderjarige asielzoekers. Een ronde meerderheid van de CDA-achterban stemt voor de resolutie. Hierin stiet net specifiek dat de Angoleske Mauro bleuwen mat, maar dat het CDA voor een humaner asielbeleid is. Nevens de Friese CDA'er Harry van der Mon jouwt dit verwachtings van notitie, dan wordt de stem dat asielziekers ben dit jaar langer als 8 hier binnen een verblijfsvergunning krijgen matten. Als het CDA je maar instemt, kinderwolles probleem komen met gedoogpartner PVV. Ik ga Siebrand van Haarsma Buma jaren zeggen van dat het besluit los van de coalitie nam wordt. Dus daarmee jouwt er wel een signaal hoor, dat misschien de PVV heugen leeg springen mij, maar dat het CDA haar eigen beslissing neemt en dat hoop ik dat dat gebeurt. 4-4, na het hinsterdrama bij het Noorderleeg is de conclusie dat het zou weggebeuren kan. Dat zei het eerst Piet Oorzinga, voorzitter van Dwarsbelang Marm Westernijtsjerk. Komende tongensje is het 4-4 lien dat 20 hinders verdronken op het Noorderleeg en de oren 1200 rijden waren trots 6 Friese Amazones. Er moet een evacuatieplan uitgevoerd worden. We zijn al aardig vier heen, als partnersvereniging Friese GE en Waterschip Friesland. Maar het moet nog even gebeuren, want je zet een afwateringskanaal hierachter en dat kan het vee net doorheen. Er is in wezen nog niks verloren. Het kan zo wel gebeuren. Ja, we zetten Friese GE eerder al wel wat verloren de laatste 4-4. Maar er moeten nogal damen gebouwd worden en opvangplakken voor het vee komen. Het Geer hoopt dat door 4-4 kleer te krijgen. Directeur Robert Veenstra van Sportclub Jereveen had net wet op de uitslag van de bekerwedstrijd tussen Jereveen en Harkemase Boys. Dat zei het wetbureau Unibet. Veenstra kwam na de wedstrijd van Tiersdien in opspraak, doet bekend waar dat er wedden hebben zo op de wedstrijd. Zelfs ontkent hij dat. Unibet zei het in een verklaring dat UGGevers blieken docht dat Veenstra net op de wedstrijd wet had. Het bedrijf zei dat ze net tasten dat spelers en bestuurders in het betellen voetbal wedgen op de uitkomsten van wedstrijden. Op de A31 tussen Dron Riep en Massen binnen Justioen Fjouwenmeesing verwoenen rekken. Een auto met erin 2 inwenners van Reduzem waard van achter een onrieden door een vrouw uit Ljouwert. In haar auto zie je het echt nog een famke. Tot de mist zie de vrouw de auto met de Reduzers te let jongen. De Fjouwen slachtoffers binnen van onderziek naar het ziekenhuis tabrocht. In Ljouwert is van de midden het eerste saneerde repair café van Friesland openen. Mensen met stikken wat, die kunnen het er vergeefs repareren litten. Doel is dat de buurtbewoners met elkaar in contact komen en dat de afvalbergen lietser worden. Nevens Wolwijzenorganisatie Welzijn Centraal wordt er nog te volle voortsmieten. Dat is een hele kleine, simpele schakelaartje niet werkt, dat wordt weggegooid. Nou, in plaats dat het weggegooid wordt, we gaan eventjes proberen te repareren natuurlijk. De organisatie Woltenaai een paar keer in het jaar het Repair Café openstellen op verskate plakken in de stad. En dan sluiten we al met het waar. Juni vannacht klaart het op en wordt het 10 of 11 graden. Morgen wordt het meest bewolkte dij, het bloot wol zo goed als droeg. En de temperatuur die leidt om de 14 graden heen. En dat bij een zuidwestenwind die matig onlaan en krachtig in het kustgebied is. En ontzaf hier het Friese Nijs voor nu, meer om 6 uur in een nieuwe. Graag ontdekt.